Ik heb een gesprek met Tessa Cox, arts voortplantingsgeneeskunde in Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. Tijdens dit gesprek vraag ik dokter Cox welke onderwerpen in haar spreekkamer naar voren komen als patiënten aan de start staan van een vruchtbaarheidsbehandeling. Tessa Cox, jij begeleidt en behandelt mannen en vrouwen met een kinderwens. Mm-hmm. Als je patiënten besloten hebben om een vruchtbaarheidsbehandeling te starten, wat zijn dan de dingen die aan de vooravond nog even graag met jou besproken willen worden? Waar zien mensen tegenop? Nou, wat ik heel erg merk is dat als wij een behandeling voor bespreken, uitleg geven over alle ins en outs, dat vooral de hormoonstimulatie veel aan bod komt. Ja. Vrouwen zijn toch bang van wat gaan die hormonen met me doen. Je hoort toch vervelende verhalen over hormonen, dat je daar qua persoon een beetje anders van wordt. Dus dat komt veel aan bod. En met stip op nummer 1 de punctie. Is iets waar mensen heel erg tegenop zien. Ja. Wat je zegt, de hormonen, dat herken ik heel erg in mijn praktijk. Ik zeg altijd, er worden een beetje twee angsten benoemd voordat er zo'n traject start. De hormonen, wat gebeurt er met mij? Verander ik daardoor? Zowel fysiek als mentaal is dan een beetje de angst. Mm-hmm. En dan wordt er ook heel veel op fora gelezen. Krijg je dat ook teruggekoppeld van patiënten? Ja. Het lastige van internet is dat alles waar je bang voor bent, dat vind je terug op internet. En mensen bij wie dingen gewoon goed gaan en waarbij er eigenlijk niet zo heel veel veranderingen zijn, of waar je eigenlijk niet echt wat te melden hebt omdat het gewoon gaat zoals je verwacht had. Ja. Die zetten hun verhaal niet op internet. Dus je leest vaak verhalen juist waar je wat bang van wordt, die vind je terug. Ja. Dus je krijgt een beetje een vertekend beeld via internet. En mensen die leggen die angsten wel op tafel neer. Ja. Oh ja, ik heb dit gelezen en die was echt een ander persoon geworden door het gebruik van die hormonen. Ja. En dat je je daar ongerust over maakt. En ik snap het heel goed, hè, want als je iets nieuws gaat ervaren, dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig over hoe andere mensen dat ervaren hebben. Dus ik snap heel goed dat patiënten op fora zitten. Zeker. Aan de andere kant zeg ik altijd wel van familie, vrienden en fora zijn heel goed voor steun en om je verhaal te ventileren. Maar de medische vragen stel die dan ook aan medische professionals. Want je kunt ook bang gemaakt worden voor iets, eigenlijk wat jij net ook benoemt, wat misschien helemaal bij jou niet gaat gebeuren. Ieder lijf is anders, ieder mens is anders. Mm. En ik heb een mooi verhaal. Ik had een keer een patiëntenkoppel en die vrouw was heel erg bang dat ze zich als een heks zou gaan gedragen door die hormonen. Haar worden die heks, laat dat even duidelijk zijn. Ze was daar bang voor. En ze maakte zich heel druk over hoe haar partner daarmee om zou gaan. Dus ik heb hem dat voorgelegd van, zou je dat dan los kunnen koppelen van wie ze is? Maar het houden bij, dat is onderdeel dan van het traject als dat zou gebeuren. Nou, hij gaf haar de geruststelling dat hij daarmee om zou kunnen gaan. Nou, een periode later kwam ze bij mij binnen en ik zei als eerste, en heb je als een heks gedragen? En toen zei ze, helemaal niet, ik heb gewoon nergens last van gehad. En dat is een beetje van, wees niet te bang voor dingen die misschien niet gaan gebeuren. Mm. Dat is natuurlijk het verschil erin. Ja, maar het is ook altijd goed om dingen die je leest op internet, om die te gewoon te checken bij je arts. Juist. En hoe komt dat in de praktijk overeen met wat ik lees op internet? Ja. En dan zijn wij degene om toch het beeld een beetje bij te schaven. Omdat het soms echt wel een vertekend beeld is. Vertekend beeld geeft, ja. En je benoemde net de punctie, hè? Dat is ook iets wat bij mij heel erg benoemd wordt. Toch de angst voor de eventuele pijn die daarmee gemoeid gaat. Ik probeer ze dan altijd een beetje in de realiteit terug te brengen. Het is een ingreep, maar er is ook tegenwoordig goede pijnstilling. Ik begrijp ook van patiënten en van artsen dat er naast goede pijnstilling, er kan ook zelfs om een hoesje gevraagd worden. Is dat ook iets wat jij benoemt van als er zo'n angst is, kunnen we dat doen? Want ik adviseer altijd, als je zo bang bent, bespreek dat in ieder geval met de arts of verpleegkundige. Dat Absoluut. Zij je beter kunnen begeleiden daarin. Heel graag zelfs dat mensen dat melden van tevoren. Want dat is iets waar je dan rekening mee kunt houden. En dat je ook een plan kunt maken wat echt op die persoon gemaakt is. Van hoe kun je daar het beste mee omgaan? En inderdaad, medicijnen geven waardoor je wat minder angstig bent rondom zo'n punctie. Dat is een mogelijkheid. Maar ook dat je laagdrempeliger wat meer medicijnen geeft qua pijnstilling. Om aan te sluiten bij de behoeftes van iemand. Dus dat is zeker heel belangrijk dat je van tevoren dat goed bespreekt met je arts. Ja, ik denk dat dat ook gewoon een geruststelling voor jezelf is. Maar ook dat de arts gewoon daar goed op in kan springen. En in ieder geval van tevoren op de hoogte is dat het gewoon heel spannend is. Nou, het is sowieso al fijn als je weet er is een plan. Ja.
de angsten die ik heb, daar wordt op geanticipeerd. Ja. En daar, ja, dat geeft soms al zoveel geruststelling dat je weet, oké, dit gaat waarschijnlijk wel goed komen. Ja. En nou ja, wat we zien is dat mensen, zeker bij een allereerste punctie, het is super spannend. Ja. Je weet niet wat je kunt verwachten. Dus het grote onbekende, dat maakt het natuurlijk ook gewoon wel spannend. Zeker. Ook omdat je ja, weet, het kan best wel pijn gaan doen. Ja. Maar goed, wat we zien na afloop van een punctie is dat eigenlijk het merendeel van de mensen zegt, dit viel hartstikke mee. Ja. En er is best wel verschil in wat er aan pijnstilling gegeven wordt in de verschillende ziekenhuizen. Ja. Maar ik denk dat zonder pijnstilling zo'n punctie eigenlijk al voor 50% van de vrouwen goed te doen is. Ja. Als je ervan uitgaat dat het prikken zelf, dus het aanprikken van de eicellen, ja, dat duurt maximaal 5 minuten. Ja. Dus dat is ook wel weer in tijd te overzien. Mm-hmm. Op het moment dat je extra pijnstilling geeft, dan is uiteindelijk voor 9 van de 10 vrouwen zo'n punctie eigenlijk wel goed te doen. Ja, ja. Dus het, eigenlijk denk ik al, en dat merk ik ook terug in de gesprekken met patiënten, dat als een arts daar serieus op ingaat, ik ben bang daarvoor, ik vind het spannend in ieder geval, misschien is bang een groot woord, dat daar serieus naar geluisterd wordt. Mm-hmm. En dat je weet, stel je ervaart pijn die voor jouw gevoel te sterk is, dat daar wat aan gedaan kan worden op zo'n moment. En dat er ook nog bij geschaald kan worden. Ja, ja. Nou, en het is ook belangrijk om na afloop van een punctie, bij een nagesprek over hoe de behandeling verlopen is, ja, goed te bespreken van hoe heb je het ervaren. Dat als het nog een keer nodig is om zo'n punctie aan te gaan, dat je dan ook weer het plan kunt bijstellen. Precies. En dat een patiënt zich dan ook gewoon gehoord voelt en vertrouwd voelt van oké, we gaan het de volgende keer anders aanpakken als je er in ieder geval een vervelende ervaring aan over hebt gehouden. Ja. Ja, en natuurlijk zijn het spannende dingen, want je bent er niet gewend. Je weet niet hoe je erop ingaat. Ik zeg altijd wel, maar je bent wel stappen aan het zetten met een doel voor ogen. Namelijk hopelijk hele goede kansen creëren. En hou dat altijd in gedachten. Want dat geeft je ook altijd weer moed en lef om door te zetten. Ja, nou, en ik probeer het ook wel een beetje te relativeren soms. Hè? Dat als mensen denken van, ja, maar kan ik dat wel? En durf ik dat wel? Ja, als je dan bedenkt dat in Nederland 1 op de 36 kinderen geboren wordt na een IVF-behandeling. Ja, hoeveel vrouwen zijn je al voorgegaan die zo'n punctie hebben ondergaan en dat ervaren hebben? Ja, dan moet jij dat toch eigenlijk ook gewoon kunnen. Ja, mooi. Dankjewel. De volgende keer praat ik met dokter Cox over hoe patiënten de periode na een inseminatie of terugplaatsing ervaren en hoe je beste deze wachtweken kunt doorlopen.